Jan Duindam nam 40 jaar geleden het melkveebedrijf over van zijn ouders. Hij had toen 30 koeien. Inmiddels heeft hij er 450 en dat niet alleen. Hij heeft ook een bakkerij, een slagerij, een boerderijwinkel, een webshop en een eigen zuivellijn. Samen met studenten hier op In Holland Hogeschool in Delft ga ik hem interviewen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Collegeboer. Jan Duindam, fijn dat je er bent. Ja. Ga zitten. Jij bent inmiddels 64 jaar en al ruim 40 jaar boer. Klopt. In Delfgouw. Ja. Hier vlakbij Den Haag, Delft. Ja. Daar zit jij tegenaan met je bedrijf. Ik denk 600 meter hier vandaan. Ja. Dus ja. Het is heel dichtbij. Ik introduceerde jou, hè, want jij hebt jouw bedrijf enorm ontwikkeld in die 40 jaar dat jij aan het roer staat. Ben jij vooral nog boer of ben je vooral ondernemer? Ja, maar dat suggereert dat een boer geen ondernemer is. Bedoelde ik het niet. Nee, maar ik snap wel wat je... Ben je vooral boer of ben je vooral ondernemer? Laat ik het zo zeggen. Hou ik me bezig met koeien. Ik denk alleen 's avonds, omdat ik op die boerderij woon, ben ik er 's avonds nog mee bezig. Maar eigenlijk de rest van de dag totaal niet. Nee. Nee. Dus als je terugkijkt ook, hè, want jij, wat ik zei, je bent 64, je bent bezig ook om het bedrijf zoetjes aan over te dragen. Klopt. Aan jouw zoons? Twee dochters en een jongen die op zijn 14e anders komen lopen. Oké, wat dus, goed. Met z'n drieën. Ja. Dus je bent bezig om het over te dragen, het bedrijf, aan jouw dochters. Mm-hmm. En ook nog een extern iemand erbij. Hoe kijk jij terug op die 40 jaar dat jij dit bedrijf zo hebt opgebouwd en uitgebouwd? Ja, dat is best wel een dingetje. Nee, maar eigenlijk wel heel leuk. En ook best ook met valkuilen, hobbels. Maar eigenlijk toch doorsnee is het gewoon een heel leuk proces geweest. Ja. Zeker weten. Want wist jij toen al, toen je het bedrijf overnam, dat je nu hier zo zou staan? Nee, op geen enkele. Nee, kijk, in 83 toen ik startte, toen was hier nog zo verpolder. En de overheid wilde me graag weg hebben. Die wilde me naar de Flevopolder. Ze hebben me alles wel aangeboden. En ik zei, jongens, maar ik ga niet, want dit is veel te mooi gebied, dus ik blijf hier. En op een gegeven moment, toen zeiden ze, oké, we krijgen hem echt niet weg. En toen hebben ze me mijn gang laten gaan. En ik kwam er alleen heel snel wel achter toen alle Vindexwijken gebouwd werden. En hoe verstedelijk dit was. En dat je eigenlijk, ik noem het nu het Centerpark van de Randstad. Dat is een groene long tussen de A12 en de A13 in. En daar zit ik middenin. En het is gewoon een heel groot uitloopgebied geworden van de burgers die omheen wonen. Ja. En, die daar komen om te recreëren, ja, om te fietsen, ja, ja, om te wandelen. Ja. Hoofd even leeg maken, ja, na 's avonds hard werken. En die zag jij voorbij jouw boerderij langskomen, in jouw weiland? Die zie ik, ja. En dat groeit op een gegeven moment. En wanneer je er echt oog begon te krijgen, dat ik je 97 zei, een heel extreem zwaar gefinancierd bedrijf. Jongens, kan dit wel door blijven gaan zo? Want dan moet ik een heel intensief melkveehouderijbedrijf worden. En steeds extremer in die getallen. Terwijl, is dat wel wenselijk? Mm-hmm. En tegen die steden dan en die stad omheen. En toen heb ik eigenlijk het moment gekozen. Nee, jongens, het moet anders. En en toen is het iets geworden wat het nu is. Maar ik heb wel eens meer tegen, zeg ik tegen mensen, als ik in 97 geweten had dat dit nu zo is zoals het is, had ik het nooit aangedurfd. Nee? Nee, dan dat dit is zo... Want jij bent ook nog eens eerst van gangbare boer naar biologisch gegaan. Klopt. Later weer biologisch dynamisch, dus je doet het ook geweest. Ja, ik ben anderhalf jaar geleden... kwamen we er niet uit met de starheid en de oude wetsheid
wat biodynamisch in zich heb. Het is het mooiste systeem wat er is. Want het raakt echt alles. De grond, de mens, de dier. Mm. Dus ik ben het helemaal. Maar meneer Steiner, die heeft niet voor niks dynamisch er ook in gezet. En dan kreeg je wel... Dus Rudolf Steiner, de grondlegger van de biologisch dynamische landbouw. Juist. Mm-hmm. En als we dan regels die meneer Steiner in 13 gemaakt heeft... nog steeds zo star hanteren, dan zeg ik... ja, maar waar is het dynamische in dit proces? En ga mee met je tijd. Maar die kernwaardes, die zijn leidend. Weet je, daar is geen discussie over. Maar daar kom je niet uit. Nee. Met de organisatie die erover gaat. Juist, die erover. Skal is dat en de meter? Nee, ja, en de meter vooral. De meter, ja. Ja. En kijk, en dus, toen heb ik gezegd, oké, dan doe ik een stap terug. Ja. Dan hoort het gewoon Hoeve Biesland. En Hoeve Biesland is Hoeve Biesland klaar. Ja. En misschien is dat merk hier wel sterker als de meter. Ja, precies. Wat zo heet uw bedrijf, hè? Hoeve Biesland. Ja, klopt. Dus weer inmiddels een melkveebedrijf. Maar daarnaast heb je ook je eigen bakkerij, een eigen moestuin. Ja. Slagerij, boerderij, winkel, ja. Zuivellijn, ja. En een webshop. En vergeet de zorgtak niet. En de zorglandbouw, ja, precies. De zorglandbouw. Ja, ja, zeker. Ja. De mooiste tak die ik heb trouwens. Ja? Ja, dat is... Hoeveel mensen ik heb 50 hulpboeren, noem ik ze. Ja, oh ja. Heb ik, 50 hulpboeren, 50 cliënten. Ja, en die zitten... Het zij in de bakkerij, in de groentetuin, op de boerderij. Ze zitten overal verweven over het hele bedrijf. Waar die zich naar zijn zin hebben, zij of haar... Ja, zijn ze doen ze hun ding. Ja. Ja, ja, ja. Hoeveel mensen heb je dan ook niet in dienst? Ik heb 40 personeelsleden. En dan nog 50 hulpboeren. Ja. En dan komen dat zo'n beetje 1200 consumenten komen per week in de winkel hun boodschappen doen. 1200. Dus het is eigenlijk altijd een volle boel. Ja, ja. Ja, precies. Ja, precies. Want hoe heet de eigen zuivellijn? Hoe heet eigenlijk... Hoeve Biesland. Ja, 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 ja. Nee, het is, de naam Hoeve Biesland is overal gelinkt aan de producten die ik heb. Ja, 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 ja. Ik wil graag toe naar de vragen van de studenten. Ik ben Luna, ik studeer dier in de duurzame samenleving. En ik had een vraag over de zorgtak, wat u net zei. Wat vindt u zo waardevol aan dat die zorgtak er is op uw bedrijf? Het gebied aan de andere kant Delft, dat is nog een gebied met ruimte en rust. Nou, ruimte en rust heb je nodig voor de natuur te laten ontwikkelen. Voor de koe zich te mogen laten ontwikkelen. En ook om de mens zich te mogen laten ontwikkelen. De hectiek van de stad zijn heel veel van mijn hulpboeren. Die raken daar altijd overprikkeld door. En ze rijden de A13 onder door en ze komen het gebied in. En ze worden zen. En eigenlijk doordat ze zen worden, dan zie je deze jongens of meiden... zie je weer tot rust komen, zich kunnen ontwikkelen. Ze krijgen weer een eigen waarde, ze worden gewaardeerd. En dan zie je eigenlijk waar ze vandaan komen. En als ze 1 of 2 jaar bij je zijn... Dan zie je zo'n andere persoon terugkomen. En dat geeft zo'n extreem hoeveelheid waardering. Daar kik ik gewoon op. Ja, oké, dank u wel. Ik kan me voorstellen dat het veel voldoening geeft. Zeker. Ja. Zeker, helemaal. Ja. 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 Zeker als je alle verhalen van deze meiden, jongens, oude mensen... hoort. En ik begeleid ze niet. Mm-hmm. En ik wil bewust ook helemaal geen dossier zien. Want ik wil deze mensen net zo benaderen als ik jullie benaderd. Maar je komt er gewoon achter. De verhalen komen vanzelf al los. Ja, ja. En dan is het hier en daar best schrijnend. Waar ze vandaan komen, wat ze allemaal meegemaakt hebben.
En ze nu weer met een glimlach rondlopen. En ja, dat geeft mijn dochter leuk. Dat vind ik het mooiste wat er is. Ja, dat begrijp ik. U zei, hè, van ik wilde eigenlijk geen intensieve boer worden. Nee. Nou, als we kijken naar 450 koeien... we volgen ook een beetje de politiek. Ja. Dat is dan toch wel, klinkt dat als een redelijk grootschalig, intensief bedrijf? Nee, maar kijk, laat ik het zo zeggen. Ik ben geen boer. Ik ben een landschapsbeheerder. Ik beheer 300 hectare land. En dat is mijn core business. Daarvoor bestaat het bedrijf. Mm-hmm. En als je 300 hectare land hebt, heb je ook al dat gras of wat er ook afkomt. Moet wel opgegeten worden. Nou, en daar heb ik 450 beesten voor nodig om dat op te eten. En elk hoek wil toch iedereen wel beesten zien. Staat Bosbeheer wil zijn gebied, ja, dan moeten er minimaal 50 lopen. Rotterdam, ja, dan moeten er ook wel 70 lopen. Oh, daar moeten er ook wel 60 lopen. Dus daarvoor heb je die beesten. En dat die beesten melk geven en dat ze ook vlees produceren, dat is een hele mooie neventak. Ja. En, maar de business is, jongens, je moet je gebied beheren. Ja. En dat wil je op zo'n mooi mogelijke manier doen. Haalt u daar ook vooral uw verdienmodel vandaan? Laat ik zo zeggen, de oorsprong was dat. Ja, dat zeker weten. De oorsprong was echt het beheren van het gebied. Nu, toen je eenmaal dit deed en eigenlijk je eigenlijk zoveel schouderklopjes kreeg dat je schouders beurs werden. Toen dacht ik, denk, ja jongens, maar sorry. Deze mensen willen mijn producten hebben. En toen ben je gewoon in de garagebox weer begonnen met een stuk vlees te verwerken. Ja. Alweer 17 jaar geleden. En zo is het eigenlijk gaan groeien. Er komen mensen bij, je dochters komen erbij. En het is een onderneming geworden waar eigenlijk, en het, ik zeg het met een knipoog, ja, je moet nu je consumenten melken. Ja. Want daar die maak mooie producten voor ze en hun kopen ze graag. Het is voor hun ook een uitje. Ja. En, maar die tak, dat hele wat eromheen zit, heb veruit de hele garagebedrijf op 30 keer overstegen. Ja, dus, precies. Dus nu haal je nu je business eruit. Ja, er wordt nog steeds geld verdiend. Maar het echte geld komt nu voor alle andere takken die er zijn. Ja. Oké, heel goed. Ik wil graag naar een volgende vraag van de student. Nou, ik ben Zoe. Ik doe ook dier in de duurzame samenleving. En u heeft het al over uw neventak gehad en zo, en over wat u nog meer erbij doet. En dan zijn er een aantal dingen waarvan ik al wel vaker hoor dat veehouders dat doen. Dus bijvoorbeeld als het de slagerij en de melk en zo. Maar hoe bent u er dan eigenlijk bij gekomen om ook een bakkerij ernaast te doen? Kijk, goeie vraag. Waar komt de bakkerij vandaan? Ja, nou, waar komt de bakkerij vandaan? Ik heb nu 118 klanten, horecaklanten en winkels waar ik aan beleverd. En ik heb altijd gezegd, je moet een totaal concept aanbieden van zowel brood, vlees, zuivel, groenten. Je moet het hele pakket aan kunnen bieden. Toen had ik geen brood. En dan was ik. Waarom is dat belangrijk? Omdat je klant wil, die wil ontzorgd worden. Ja. En is dol op streek-eigen producten. Maar die wil niet daar het brood vandaan halen, daar de groenten, daar de melk en daar het vlees. Die wil makkelijkheid hebben. Die gooit één de bestelling eruit en dan krijgt alles komt binnen. En dan ook uit de streek. Nou, en kijk, toen kom ik, en dat is bij mij dan ook wel de toeval, in de kroeg kom ik een bakker tegen die zijn plek kwijtraakte. En hij zegt, we moeten toch nog eens een keer praten. En 3 maanden later zat hij te bakken. En zo is dat eigenlijk ontwikkeld. En die man die bakt met deze. Dus geen gist. Het is bake-off. En het is eigenlijk een heel mooi natuurproduct. En uit het land van Roon heb ik 7-8 jaar geleden in feite daar oergraan vandaan gehad om er ook mee te gaan bakken.
Dus dit maakt het totale conceptverhaal maakt het hartstikke mooi. Okay. En vandaar ook brood. Dus daar heb je echt bewust naartoe gewerkt om inderdaad met een totaal concept aan te kunnen bieden aan die consumenten. Klopt. Ja, en dat helemaal waar. Ja. En dat heeft inderdaad nu geleid tot 118 klanten. Ja. En dan, in de horeca. Ja, dat is B2B. Ja. En B2C. Ja, dan ik denk dat het 60-40 is. 60 horeca of, en winkels. En 40% eigen verkoop aan gewoon consumenten. Ja. En heb je die zelf geworven? Ja. Ben je zelf de boer op gegaan naar horecaondernemers? Het eerste die ik had, dat was hier midden in de stad. En daar kwam ik om 1:30 aanlopen en met een paar kratten vlees. En hij kon gelijk naar me toe lopen. Hij zegt de volgende keer weer. En hij zegt, één op je klompen. Hij zegt dus, dus. Want die zag die beleving in 2008, 2009. Hij zei, ja jongens, die boer moet het zelf komen brengen. En dit is, dat was ook puur mijn omslagpunt. Dat ik eigenlijk de boerderij steeds meer los ging laten. En dat liet ik doen door die jongen die nu ook in het bedrijf zit. Die startte toen. En dat ik echt de ruimte kreeg. Ja, jongens, ga de boer op. En die boer is een geuzennaam, zeker hier. En je bent ook die knuffelboer. Is het ook een stuk marketing eigenlijk? Tuurlijk. Ja. En die consumenten die komen. Ik zeg, ja jongens, de koeien zijn de ballenbak van Ikea. Ja. Er komen 1200 mensen boodschappen doen. Maar er komen toch zeker 600 kinderen mee. Nou, en dan is het heel simpel bij de kalfjes of schaapjes en dingetjes. En je maakt er geen kinderboerderij van, want nee. Het is puur echt. Ja, ja, ja. Maar het is gewoon, het is die beleving. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. Waar verdient u nu op dit moment het meeste geld mee? Eigenlijk winkel. De winkel. Wat ik eigenlijk wel zeggen, want je hoeft niks weg te brengen. Ze komen het allemaal halen. Ja. Dus er zitten de minste kosten ook in. Ja, er zitten dus de minste kosten in, zeker. Ja. Oké. Volgende vraag. Ik ben Suzanne, ook van Dier in de Duurzame Samenleving. En u doet nu natuurlijk al heel veel op het bedrijf. Ik vroeg me af of er nog andere neventakken zijn die u graag zou willen zien op Oeverbiesland, of die u misschien al aan het ontwikkelen bent. Ja, dat is leuk. Ik heb wel van mijn dochters van een nieuwe team. En ze zegt, pap, jij doet stappen terug, maar je komt niet met weer nieuwe dingen. Maar de laatste dingen die ik gedaan heb, ik heb een eigen kippenkar ontwikkeld. Waar een 800 kippen in kan. Die is verleden jaar van start gegaan. En die had ik ontworpen met vogelgriep. En dan zie je de kippenkarren die er waren, die zijn klein. Maar die waren perfect als de beesten maar naar buiten mochten. Maar als deze beesten binnen moesten door de vogelgriep, nou, dan vond ik het dier onvriendelijk in zo'n kar. Dus ik heb een kar ontwikkeld die 4 keer zo groot was. En toen zei ik, ja, dan moeten er wel een paar meer in. Maar daar was die diervriendelijkheid klopte. En dus in feite is dit een eigen ontwikkelde kar. Er zijn er nu 3 verkocht. Zowel in België als in Duitsland van deze karren. Maar dit is wel mijn ding. Dat ik zeg, ja jongens, die kip, ik wil nog. En ik krijg staat bosbeheer, maar niet zo gek. Ik wil bosvarkens. Die de Japanse duizendknoop wegwerken en al deze dingen. Dus niet om het vlees. Nee, ze zijn het beheren, die varkens. Nou, en het is toch niks mooier als hier in de horecatent bosvarkensvlees uit de varkens uit Biesland. Ja. Dus ja, ik krijg staat Bosmeer nog steeds niet zo gek dat ze. Maar dat ze gewoon blijven praten. Dank u wel. Graag gedaan. Je kracht is vooral, denk ik, ook als ik het zo hoor, hè, nieuwe dingen ontwikkelen. Ja, creatief zijn, innovatief zijn. Ja, ja. En dat gekoppeld inderdaad ook aan ondernemerschap. Ja. Waar staat het bedrijf over pak en beet 5 jaar, 10 jaar? Dat is het leuke.
Het punt is, omdat ik in mijn laatste fase van mijn werkperiode zit, heb ik nu weer de samenleving opgeroepen, wat ik in de 90 jaar ook gedaan heb. Jongens, wat moet Hoeve Biesland worden? Waar worden jullie blij om? En hoe heb je dat gedaan? Door de Vrienden van Biesland op te richten. Hoeveel vrienden zijn er inmiddels? 400. Oké. Okay. En deze groep, die hebben eigenlijk de boel gemobiliseerd. Zowel maatschappelijke partijen, terreinbeheerorganisaties, ANWB, gemeentes. Iedereen die vond daar wat van te vinden. Die hebben meegedaan om eigenlijk mijn een denkbeeld te laten geven. Wat moet het nou worden in de toekomst? En niemand kwam met dit antwoord, maar iedereen had wel zijn facettes erin dat het die kant op moest. Nu zeg ik 2024, waar staan we 2040? En waar ik mijn grootste vrees een beetje heb, de huidige economie is gebaseerd op groei. En dat houdt eigenlijk in, dit is een succes, dus laat maar groter worden. Dus moet je dat nou willen in een van de mooiste uitloopgebieden van deze regio? En hoe kun je nou zonder echt hard door te groeien toch een goede boterham verdienen? En toch te zorgen dat Hoeve Biesland het begrip blijft wat die nu een klein beetje is. En tegelijkertijd zie ik daar educatie, zie ik daar eigenlijk een markt ontstaan, een buitenmarkt ontstaan, waar niet alleen Hoeve Biesland, maar waar vooral al deze mensen in deze omgeving met leuke producten. Kom op, de markt donderdag in Delft is langer na de markt niet meer die het vroeger was. Nou, we gaan hem op Hoeve Biesland maken. Dus je gaat er nog meer eigenlijk een belevingscentrum van maken. Met mijn kennis. Maar ik ben er over 30, 15 jaar niet meer. Dus wat ik nu wil doen, nog een keer deze groep mensen, en dat zijn altijd weer andere mensen, maar uitnodigen om mee te helpen ontwikkelen. Waar staan wij over 15 jaar? Ja. Als ik ook zo naar u luister, dan lijkt ook wel of dat het u de afgelopen 40 jaar ook enorm voor de wind is gegaan. Is dat ook zo? Nou, dan moet je met mevrouw praten. Nee, natuurlijk heb je dalen mee gehad, Mark. Want wat is het grootste nadeel van innovatie? Nieuw product opzetten. Dat het de eerste jaren bakken geld kost. Ja. En die is er niet. Dus je hebt altijd transitiegeld nodig. Nou, banken doen er niks aan. Eigenlijk niemand doet daar wat mee met transitiegeld. En dat is ook dus de moeilijkheid van iemand die nieuwe producten wil ontwikkelen, dat er geld voor nodig is, want het duurt een poos voordat het in de markt heeft staan. De zuivellijn die is 2 jaar geleden opgezet. Ja, het spelletje kennen we met z'n allen. Ik heb goede marketeers. En binnen 1,5 jaar tijd hebben ze er al iets van gemaakt wat gewoon al dikke winst maakt. Maar als ik dat had moeten doen als eerste, zonder de marketeer, zonder. En dan ben je jaren bezig voordat je dit echt een verdienmodel hebt. Nou, en dit is dus het punt. Heb je dus altijd geld verdiend? Nee, ik had een dubbeltje en ik had voor een kwartje had ik nieuwe ideeën. En gelukkig had ik een hele nuchtere vrouw. En die zegt, ja, leuk weer met dinges, maar sorry, er moet ook eten komen. En alle rente en aflossingen moeten er komen. Nou, en dus dat was altijd een spanningsveld. Ja. Dat is nu over. Maar hoe heb je dat overbrugd dan? Creatief zijn. Kijk, ik was ook wel de eerste die me als landschapsboer neerzette. Als ik mijn collega boeren, die zitten bij Stad Prosper, moeten geld betalen voor de pacht. Ik heb jaren geld gehad voor diezelfde pacht. En omdat je je anders neerpositioneert. Dus je koeien. Je stelde je in dienst eigenlijk ook van het landschap? Klopt.
Ja. En dat maakte dat je het verdienmodel kon omdraaien. Ja, nou ja, ik zei letterlijk tegen hun. En hun zeggen, ja, maar je hebt toch koeien? Ik zei, oh, je wil koeien in de wei? Ik zei, nou, dat kost je zoveel per hectare meer. Ja, maar die heb je toch? Ik zei, nee. Ik zeg, oh, eens even, die zijn van de veehouderij. Ik zeg, dit is, en jij wil koeien in het land? Nou, dan moet je ervoor betalen. Wil jij mest hebben? Ik zeg, nou, dan moet je ervoor betalen. En die zeggen ze, ja, maar je moet het toch kwijt? Ik zeg, nee, ik hoef een biesland, hoef geen mest kwijt. Die heb zo'n kwaliteit dat het in feite, er gaan 4000 ton hoort te verkocht per jaar aan glastuinbouw, biologische glastuinbouw, biologische akkerbouw. Dus daar gaan de producten naartoe. Nou, dit is zo ondenken. Ja. Dus je haalt zoveel van verschillende kanten, komt er geld, maar ook alles heb zijn tijd gehad. Ja. Als hij zegt, is dat een. Het is een mooie tijd geweest. Altijd in de klins gelegen met de bank. Maar vond ik dat erg? Nee, totaal niet. Want als had je speciaal beheer, kreeg je ook veel meer aandacht. Dus ja. dan kreeg je ook veel meer beter sparren hoe het moet. Liet hij op de rem trappen, omdat ze zeggen, ga gewoon niet gebeuren. En af en toe was dat ook wel eens even goed. Ja. Dat niet alleen de boerin zei, Miek, mevrouw, ja, die zegt, joh, doe eens normaal. Dat er ook eens een keer een bank was die zegt, joh, meneer Duindam, het kind ook even minder. Dus ja. Het is een mooie lavering van het hele proces. Ja, 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 precies. Ja, ja, precies. Welke tips heb jij naar gewone boeren die nu ook zitten te kijken? Ja. Wellicht zich aangetrokken voelen door jouw manier van ondernemen. Ja. Wat voor tips heb jij? Wat voor tips? Denk in de toekomst. Want de korte termijn strategieën, die kennen op iedereen loopt achter die korte termijn dan. Het is gewoon, waar wil ik in de toekomst staan? Dat we nu weer een regering hebben die eigenlijk met deze soort landbouw minder heb, denk ik bij mezelf hartstikke jammer. Dan bedoel je multifunctionele landbouw? Ja, multifunctionele landbouw en eigenlijk beren, doorboeren en deze dingen die. Landschapsboer? Ja, landschapsboer. Mm-hmm. Nou, daar hebben ze, zetten wordt op het ogenblik best op een laag pitje gezet. Ik ben met veel ambtenaren continu ook in gesprek om hun te laten voelen, jongens, hoe ze dit moet. Die zijn best wel doodziek. En ik zeg, jongens, één ding. En waar zijn ze doodziek van? Doodziek van dat ze ontiegelijk voor plannen klaar hebben leggen. Ja. Echt, ze hebben heel veel klaarleggen bij de provincie, bij gemeentes, bij het Rijk. En ze kennen het voorlopig in de ijskast zetten. Ja. Ik zeg, ja, je zegt het heel goed in de ijskast. Ik zeg, maar zo gauw deze partij weer weg is, dan komt het vanzelf weer uit de ijskast. Want deze dingen gaan gewoon door. Het is. En met deze dingen bedoel. Nou, laat ik het zo zeggen. Wat voor samenleving, wat hoort het landschap wat we in Nederland hebben? Wat voor waarde krijgt dat? Is het produceren van voedsel, is dat een hele grote issue? Is dit ons bestaansrecht? Of is het eigenlijk het beleven van het landschap is een veel hogere waarde dan het produceren van het voedsel wat eruit komt? En dan praat ik niet over de nieuwe ontgonnen zeegebieden, want laat die lekker voor de wereldmarkt produceren. Mm-hmm. Maar de collisielandschappen, de ruimtes rond de steden, de overgangsgebieden van de Natura 2000 gebieden. Dan praat je zowat over de helft van de grond van Nederland, die landbouw. Mm-hmm. Nou, en daar zal een andere soort landbouw zich ontwikkelen. En daar zal de burger steeds meer van vinden dat ze mee willen doen. Nou, en ik noem dat belangstelling. Ik heb collega's die zeggen, oh, ze lopen weer te zeiken. Ik zeg, nee, als een burger een vraag stelt, is het altijd belangstellend. Is nooit zeiken. Nou, en dat is het omdenken. Ja. Dat is, er loopt hier een koe op de weg.
uitgebroken. Ja, dan krijg je Radio Delft aan de lijn. Daar ben je 20 minuten mee in gesprek. Ja. Nou, een gewone boer zou al helemaal gruzelen. Die denkt, joh, rot op. Sorry dat ik dat woord gebruik. Ja. Maar, en ik, ja, jongens, staan ze te woord. Ja. En de volgende keer zijn er drie burgers die koe zelf in de wei jagen. Want ze hebben dat verhaal gehoord, dus zij wordt er in die wei thuis. Dus het is een andere manier van boeren gaat dat worden. Het vraagt een andere manier van benaderen van de problematiek. Maar hier zit volgens mij het grootste verdienmodel. Het produceren van voedsel tegen wereldmarkt. De nieuw ontgonnen zeegebieden, daar geloof ik best die concurrentieslag wel. Maar ik geloof gewoon niet in een coalitielandschap. Of, niet in het type landschap waar jij ook in zit, waar jij mee te maken hebt. En daar geloof ik gewoon niet dat je daar voor de markt kan produceren. Nee. Oké. Okay. Zijn er nog vragen van studenten? Ik ben Lieneke en ik heb de vraag... wat drijft jou hierin? En je gaat natuurlijk afscheid nemen van je bedrijf. Wat hoop je aan legacy achter te laten? Zo. Wat drijf je? De uitdaging. Dat drijft me. Eigenlijk dien het zijn toch aan de samenleving. Vind ik altijd een hele mooie, waar ik een warm hart van krijg. En die combinatie en dan een goede boterham verdienen. Waar eigenlijk altijd iedereen van gezegd heeft, dat ken niet. Nou, als iemand dat woord gebruikt, dan sta ik op. Want daar zit die. Daar zit de uitdaging. Ja, daar zit de uitdaging. Wat breng je over? Naar wat ik hoop overgebracht te hebben... of waar ik nu op het ogenblik bij de overheid best wel veel aan tafel zit... Is laten zien hoe die multifunctionaliteit in elkaar verweven hoort te zitten. En alle problematieken van biodiversiteit, stikstof, koolstof, noem al deze dingen maar op. Het is een bedrijfssysteem. Ja, het een kan niet zonder het ander. Juist, en daar hoort ook die zorg in. Hmm. Daar hoort ook de beleving van de mens in. En als je dit in elkaar laat verweven... dan denk ik dat de koe het best hebt, de natuur hebt het best... de mens hebt het goed. En, er is een, en dan moeten we wel zorgen dat het verdienmodel er komt. Nou, en ik ben hartstikke doordrongen dat ze niet allemaal die... ja, mag ik ijdel zijn, die begaafdheid hebben die ik heb... om deze dingen te doen en het ook makkelijker te verwoorden. En ik denk dat de burger... zeker in de steden, ja, die willen er toch steeds meer op uit. Die willen toch steeds meer naar buiten toe. Die willen dan ook wat kopen, die willen wat zien. Die willen dus, en daar moet je ook gebruik van maken. Daar moet je ook gebruik van maken. Als boer zijnde. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Mag ik je hartelijk danken voor je aanwezigheid hier, Jan. Ja. En voor je inspirerende en ondernemende verhaal. Mm-hmm. Ik wil de studenten heel erg hartelijk bedanken... voor ook jullie aanwezigheid hier en jullie uitstekende vragen. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was weer een nieuwe aflevering van College Boer. Kijk voor meer afleveringen van College Boer op nieuweoogst.nl. En deze aflevering is ook te beluisteren als podcast. Bedankt voor het kijken.